Het is denk ik super mooi als je weer met je teamgenoten van deze baan kunt genieten. Om zo snel mogelijk aan te sterken is Van Gorkom de strijd met zichzelf aangegaan. In dit krachthonk op Sportcentrum Papendal. Het is bijna mijn tweede huis geworden in mijn revalidatieproces. Ik heb hier denk ik 3 keer in de week een goede 3 uur per sessie doorgebracht. Zo'n 2 maanden geleden werd Jelle Van Gorkom nog zo van een parcours in Amerika afgehaald. Met een klaplong, knieblessure, een gebroken rib en een hersenschudding leken de Olympische Spelen met deze val voor hem in rook op te gaan. Dagenlang werd hij kunstmatig in slaap gehouden, maar de BMX'er was niet klein te krijgen. Ze hebben mij na de 3e dag een keer uit slaap gehaald. En toen kon ik nog niet praten omdat er een beademingsapparatuur via mijn mond naar mijn luchtwegen ging, et cetera. En Basti zat toen naast mij, mijn coach. En die had toen een A4'tje met een pennetje waar ik op kon schrijven. En daar heb ik op geschreven van I'll be back for the Olympics. Toeval of niet, de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie introduceert nu vallessen voor topsporters. Dat komt brokkenpiloot Van Gorkom goed van pas. Als wij vallen, dan heb je, ja, het gebeurt allemaal in een split second, dus je hebt maar heel weinig tijd om te reageren. Maar bijvoorbeeld je hoofd in een bepaalde houding, doorrollen en dat soort dingen. En ik hoop dat we daar in de toekomst iets mee kunnen om blessures te kunnen voorkomen. Want ja, zoals ik af en toe erbij lig, is niet, dat wil je niet. En zeker niet een aanloop naar de Spelen. Riders ready, watch the gate. Door alles wat er gebeurd is, is het gewoon niet reëel om te zeggen dat ik nou met goud wegloop in Londen. Het doel is nog steeds gewoon een finale plaats en dan kan er van alles gebeuren in BMX. Goud is niet uitgesloten? Goud is niet uitgesloten, nee, absoluut.